welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer super enthousiast over de video vandaag. Want ik ga een super goedkoop betaalbaar paletje testen. Oogschaduwpaletje van Max & More van de Action. Ik vind Action video's altijd super leuk om te maken. Omdat het allemaal zo goedkoop is. En dan als iets heel goedkoop is en ook echt heel goed is. Dan maakt dat me altijd super blij. Begrijp me niet verkeerd. Ik hou ook van luxe make-up. Maar ja, daar moet je toch wel een stuk meer voor betalen. Dus het maakt mij persoonlijk altijd blijer. Als ik weinig betaal voor hele goede kwaliteit. Dit paletje, ik ben echt onder de indruk. Ik ga er ook zo meteen meer over vertellen. Ik ben al onder de indruk van hoe die eruit ziet. Hij is super goedkoop. Hij is ook net nieuw. Dus ik heb hem gisteren gekocht bij de Action. Ik ben naar twee Actions gegaan. Bij de eerste hadden ze hem niet. En bij de tweede wel. Dus als je hem niet kunt vinden, ga dan gewoon even naar een andere Action. Gelukkig was hij er wel bij de andere. En vandaag, dus één dag later, ga ik hem er gelijk mee filmen. En overmorgen komt hij gewoon gelijk online voor jullie. Ik heb ook heel veel berichten gehad via Instagram van mensen die graag wilden dat ik dit paletje ging testen. Dus ik ben super benieuwd. Dus we gaan de intro niet te lang maken. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, zoals je kunt zien heb ik mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Want dit is een oogschaduwpaletje. Dus we gaan vandaag ons richten op de oogmake-up. Dit is het Bloom Eyeshadow Palette van Max & More. Dit is een prachtig herfst oogschaduwpaletje. Kijk even deze kleuren die er allemaal in zitten. Je hebt matte en glanzende kleuren en de kleuren schreeuwen echt herfst. Het is ook een best wel neutraal paletje. Als ik zo naar dit paletje kijk, vind ik het een goed paletje voor echt heel veel verschillende ooglooks. Het is wel heel neutraal, heel alledaags. Dus je kunt hier niet echt te gek mee gaan, omdat de kleuren ja gewoon niet heel gek zijn. Ze zijn niet heel kleurrijk. Maar het is echt een goed paletje, ik denk voor de meeste van ons. Ik hou van heftige kleurrijke looks, maar everyday, ja, dan ga ik gewoon altijd voor dit soort kleuren. Dus dit is echt een paletje die echt de meeste van ons heel vaak gaan gebruiken, inclusief ik, want de kleuren, ja, die zijn gewoon echt super fijn voor everyday van naar school, naar je werk, als je gewoon even iets gaat doen. En het zijn heel veel kleuren. Het zijn in totaal 21 kleuren. Dus ik zie al gelijk 5 ooglooks die ik hiermee ga maken. Ik ga ook vandaag 2 ooglooks maken. 1 op 1 oog en 1 op een ander oog. Want dan kun je gelijk 2 looks zien met dit paletje. Ik weet dat jullie dat altijd fijn vinden. Ook is de kwaliteit van dit paletje echt heel erg goed. Dit is het beste oogschaduwpaletje, stipt op nummer 1 die ik ooit heb gezien bij de Action qua verpakking. Het is gewoon super mooi, zo paars en met van die bloemen. Ook gaat hij dicht met een magneet. Dat vind ik ook heel luxe voor zo'n goedkoop paletje. En je hebt een grote spiegel. Dus ik ben echt al erg onder de indruk van de kwaliteit. Of course gaat het uiteindelijk niet om de verpakking, maar hoe de kleuren gaan werken. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik hoop echt dat dit paletje goed gaat zijn. Ik heb even 3 kleurtjes geswatcht. Ze voelen wel heel fijn aan. Ik heb ze even geswatcht op mijn hand. Ik denk niet dat dit paletje qua formule echt het beste paletje ever gaat zijn. Want ja, je moet er wel rekening mee houden. Het is een super goedkoop paletje en het is gewoon een Action paletje. Maar ik denk dat hij echt wel goed gaat zijn voor de prijs. Tenminste, dat hoop ik. Nou ben ik allemaal dit aan het zeggen en dan straks is hij gewoon super slecht. Max & More is een betaalbaar make-up merk die echt alleen maar te koop is bij de Action. Dus deze heb je echt nergens anders. Je kunt ook niet online bestellen. Je moet hem echt gaan halen bij een Action. En Max & More is ook het grootste make-up merk bij de Action, dus misschien ook leuk om te weten. Maar goed, ik denk dat we wel genoeg hebben gepraat over het paletje. Laten we gewoon gaan aanbrengen. We gaan even inzoomen op de oog. Ik ga beginnen met mijn rechteroog en dan mijn linkeroog. Of ja, links voor jullie, rechts voor mij. Dus ik ga beginnen met dit oog. Deze look wordt een beetje donker. Dus dat vind ik wel leuk. Ik ga beginnen met deze matte bruine kleur. Die heet Clay. Hier achterop staan by the way alle kleurnamen. Ik breng deze kleur aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quads. En deze ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Als transitiekleur. Ik had ook op mijn Instagram verhaal geplaatst dat ik dit paletje had gehaald. En toen heb ik ook al gelijk DM's gekregen van mensen die het paletje ook hebben. En die hem best wel fijn vonden. Dus ja, ik heb nou echt hoge verwachtingen. Misschien is dat niet heel goed. Dan ga ik in met een wat donkerdere bruine kleur ernaast. Die heet Sludge. Met die kleur ga ik alles een beetje donkerder maken. Dit is niet echt helemaal een bruine kleur. Dit is een beetje paarsbruinig. Dat vind ik wel mooi. Dat is wel apart. Wel jammer dat er niet echt een zwarte matte kleur in zit ofzo. Ik heb hier wel een hele donkere kleur, maar dat is heel donkerblauw. En die is glanzend. Dan pak ik deze lichte nude kleur hier. Die heet Desert. Die is gewoon mat. Met een grote fluffy kwast van BH Cosmetics ga ik daar overheen. Ga ik met die kleur over de rand heen. Ik kan niet meer praten, jongens. Zo maak ik alles extra smoky en zo. Dan ga ik nu even een halve cut crease maken met concealer. Voor de halve cut crease gebruik ik deze Catrice concealer. En deze NYX Cosmetics kwast nummer 14.
deze haarstijl zo, vooral deze pluk die zo naar rechts gaat, is echt ideaal voor iedereen met een groot voorhoofd zoals mij. Als je een groot voorhoofd hebt, doe deze haarstijl, dan is gelijk de helft van je voorhoofd weg. Lifesaver. Ik denk dat ik ga voor blauw. Dat is wel een kleur in dit paletje die denk ik de meeste van ons niet heel snel zouden gebruiken. Dus wil ik expres die gebruiken, zodat je kunt zien dat je met zo'n kleur ook gewoon een leuke look kunt maken. Ik ga eerst beginnen met deze blauwe glanzende kleur, die heet Indigo. Ik maak altijd mijn kwast nat met fixing spray. Deze is ook van Max & Mo van Action, super fijne fixing spray. Daarmee maak ik altijd mijn kwast nat als ik inga met een glanzende kleur. Maakt niet uit wat voor paletje ik gebruik, goedkoop paletje, duur paletje. Als ik een glanzende kleur ga aanbrengen, met een kwast in ieder geval, dan gebruik ik fixing spray om de kwast nat te maken. Glanzende kleuren kun je ook gewoon aanbrengen met je vinger. Dan heb je vaak nog extra pigmentatie. En dan maak ik niet mijn vinger nat of zo. Dus als ik met mijn vinger aanbreng, dan is het gewoon droog. Maar ik hou niet zo van mijn handen gebruiken. Ik gebruik hiervoor, by the way, een kruidvatkwast Pro nummer 5. Dan ga ik die aanbrengen over de cut crease. Oeh, die kleur is blauw. Ik wilde gaan voor groen, maar ik dacht bij mezelf van, ik heb al vaak groene ooglooks gemaakt en blauw wordt toch niet heel vaak gebruikt. Dus toen heb ik besloten om blauw te gebruiken. Ik heb ook laatste video online geplaatst waarin ik het NYX Ultimate Utopia paletje heb getest. Daarin heb ik ook twee ooglooks gemaakt en een van die looks was ook groen. Dus mocht je nog meer herfstlooks willen zien en dat soort dingen, dan bekijk ook eventjes die video. Zo, ik breng het aan tot hier, tot iets ongeveer over de helft. De kleuren zijn niet super glanzend. Zoals je kunt zien is het niet zo'n hele heftige metallic-achtige glow of zo, maar het is gewoon wel een mooi glansje. En dan ga ik in met echt de hele donkere blauwe glanzende kleur hier, die heet Ash. Zo, en dan die kleur ga ik zo ernaast aanbrengen om het allemaal wat donkerder te maken. En dan wordt de buitenste hoek ook wat donkerder, vooral omdat er niet echt een zwarte kleur is in het paletje. Dat is echt wel een kleur die ik mis. Ik vind dat zwart echt in elk herfstachtig neutraal paletje moet, want met zwart kun je gewoon heel veel. Je kunt gewoon elke look donkerder maken. En dat vind ik gewoon heel fijn. En je kunt elke kleur ook donkerder maken. Want als je het gewoon dan een beetje mixt met de zwarte kleur, dan wordt het donkerder. Dus ja, dat is wel echt een kleur die ik nou een beetje mis. Maar dat is gewoon een persoonlijke voorkeur natuurlijk. En dan ga ik ervoor zorgen dat de twee kleuren mooi in elkaar overlopen. Ik zal even heel goed in depth vertellen hoe ik dat altijd doe. Want dat vertel ik niet echt. Ik ga eerst gewoon met de tweede kleur over de eerste kleur. Gewoon eroverheen. Je gaat dan zien dat je nog wel een harde lijn gaat hebben. Maar dat maakt niet uit. Kijk, nou ben ik er een beetje overheen gegaan. Dan pak ik de kleur ernaast, die ik ernaast had aangebracht. Dus die blauwe kleur. En dan ga ik ook weer over die donkere kleur. En als je zo met die twee kleuren allebei over elkaar heen gaat een beetje, dan creëer je zo een hele mooie ombre. En dan gaat het gewoon zo mooi in elkaar over. Kijk. Dat is echt super makkelijk. Je moet gewoon de ene kleur over de andere kleur doen. En dan die andere kleur ook nog over die andere kleur. En dan heb je gewoon een mooi ombre effect. Er is wel echt een beetje fallout van die blauwe kleuren. Allebei die glanzende blauwe kleuren hebben een beetje fallout. Dan pak ik de donkere bruine kleur hier. Die heet Wood. Die kleur pak ik met een iets kleinere fluffy kwast van Zoeva. Nummer 224. En die ga ik aanbrengen hier zo in de buitenste hoek. En dan inblenden met die glanzende kleuren. En ik ga die kleur ook een beetje naar binnen trekken om de hele look wat donkerder te maken. En dan wil ik weer een klein beetje terugbrengen van die donkere blauwe kleur. Want die is nou een beetje weggevaagd. En dan wat ik ook ga doen met die kleine fluffy kwast, pak ik ook nog deze donkerblauwe glanzende kleur. Normaal doe ik dat niet met glanzende kleuren, maar omdat de glans toch zo minimaal is, ga ik het toch gewoon oppakken met een fluffy kwast. En ook een klein beetje extra blenden hier in de buitenste ooghoek. Kijk, nou is het hier zo mooi donker. Dat vind ik heel erg mooi. Dan ga ik een zwart oogpotloodje aanbrengen in mijn waterlijn. Deze is van Pixie. En dan pak ik weer deze hele donkere blauwe kleur Ash. En met een kleine ronde kwast ga ik die kleur dan aanbrengen over de hele onderste wimperrand. En dan breng ik ook nog de kleur Wood aan. En met die kleur ga ik dan een beetje die andere kleur van net een beetje uitblenden. Ik breng die zo ietsje eronder aan. Dan pak ik deze hele licht glanzende kleur hier. Die heet Angel. En die kleur ga ik aanbrengen zo in de binnenste ooghoek. Ik breng altijd een licht glanzende kleur aan in mijn binnenste ooghoek. Echt letterlijk bij elke look. Want dat verlicht alles toch een beetje. En dat maakt mijn ogen iets meer wakker en iets meer open. En ik ga die kleur ook een heel klein beetje aanbrengen onder mijn wenkbrauw. Nou, dit is dan de hele donkere look met blauw en bruin. Ik vind het echt fantastisch.
fantastisch. Ik ben heel blij met hoe de look is geworden. Het is echt geworden zoals ik het wou. I love it. Dit is dus echt gewoon zo'n herfstlook die je kunt maken met een blauwe kleur. Het is helemaal niet zo heftig en drastisch als dat je misschien van tevoren zou denken. Wel is dit een donkerblauwe kleur. Dat maakt het wat minder heftig. Als je ingaat met lichtere blauwe kleuren, dan wordt het allemaal wel wat heftiger. Ik ben er echt heel blij mee. Dit paletje werkt het tot nu toe echt wel gewoon goed. Nou gaan we beginnen aan het andere oog. Ik ga nog geen nep wimpers en zo opdoen. Dat doe ik pas als ik allebei de ogen heb gedaan. Deze oog wordt iets lichter. Wel ook weer een beetje herfstachtig. Want dit paletje heeft gewoon echt herfstkleuren. Maar wel echt een stuk minder donker dan deze kant. Ook bij dit oog ga ik beginnen met de bruine kleur Clay. Dit is gewoon een hele fijne transitiekleur. Ik denk dat bij elke look die ik zou maken met dit paletje, ik zou beginnen met de kleur Clay. Omdat die gewoon ideaal is voor in je arcadeboog. En die ga ik dan precies zoals bij het andere oog zo inwerken in mijn arcadeboog. Dan ga ik de beetje oranje kleur hier aanbrengen. Die heet Ginger. En die kleur ga ik ook zo in mijn arcadeboog inwerken. Maar ik blijf een beetje onder die eerste kleur. Wow, deze kleuren zijn echt heftig. Brengen echt heel heftig aan. Heel veel pigment. Love it. Dan ga ik in met paars. Deze paarse matte kleur. Die heet Magnolia. Die kleur ga ik aanbrengen met een iets kleinere fluffy kwast van Zoeva nummer 224. Deze ga ik vooral in de buitenste hoek aanbrengen. Maar ook wel in mijn arcadeboog. Nu pak ik ook weer deze lichte nude matte kleur Desert. En met die grote fluffy kwast die ik ook net gebruikte van BH Cosmetics ga ik deze kleur ook zo aanbrengen op de randen. Om alles extra goed uit te blenden en extra smoky te maken. Gewoon een heel klein beetje. That's it. Dan ga ik bij dit oog ook weer een halve cut crease maken zoals ik hier heb gedaan. Vaak als ik een oogschaduwpaletje test, dan maak ik zo'n oogloop met een halve cut crease. Omdat je dan gewoon echt het beste kunt zien hoe de oogschaduw werkt en of hij goed is of niet. Maar je hoeft echt niet altijd een cut crease te maken. Als jij dat niet kunt, kun je deze looks ook gewoon maken zonder de cut crease te maken. Ik doe dat gewoon puur, zodat je gewoon extra goed de kleur kunt zien. Nu ga ik in met de gouden glanzende kleur hier. Die heet Sparkle. Weer maak ik mijn kwast nat met fixing spray. En die kleur ga ik ook weer aanbrengen op mijn cut crease. En dan tot iets over de helft. Daarnaast breng ik deze paarse glanzende kleur aan. Die heet Bloom. Dat is echt dé kleur van dit paletje. Want dit paletje heet Bloom en die kleur heet Bloom. En die kleur breng ik dan naast de gouden kleur aan. Dan ga ik weer in met de paarse matte kleur hier, Magnolia. Weer met die iets kleinere Fluffy Cast 224. En dan ga ik deze hier extra aanbrengen en inblenden met die glanzende kleur. Ik vind dit echt een prachtige combi. Zo goud met paars, echt prachtig. Ik zie ook weer hier dat de glanzende kleur een beetje fallout hebben. Maar dat doe ik gewoon zo wegsweepen. Wat ik zo grappig vind is dat ik hier de glanzende kleuren beter vond dan de matte kleuren. En hier vind ik de matte kleuren beter dan de glanzende kleuren. Heel apart. Dit oog ga ik iets meer openmaken. Dus ik ga een nude oogpotloodje aanbrengen in de waterlijn. Deze is van Rimmel London nummer 005 Nude. Dan ga ik de paarse matte kleur Magnolia ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Die kleur ga ik uitblenden met de oranje kleur Ginger. En dan als laatste ook nog de bruine kleur Clay. Zo, ik heb nou 3 kleuren gebruikt voor de onderste wimperrand. Het is een beetje extra, maar dan heb je wel dat prachtige mooie ombre effect. Zie je dit? En het matcht ook perfect met de oogschaduwkleur daarboven. Oh mijn god, ik vind deze look echt prachtig. Wauw, echt zo donker en licht. En ook bij dit oog ga ik de kleur Angel aanbrengen in de binnenste ooghoek. En ook een beetje onder mijn wenkbrauw. Oké mensen, dit is dan het andere oog. Is dit niet echt fabulous? Ik vind het echt super mooi. Dit is het lichte oog. Voordat ik begon met deze video wist ik echt nog totaal niet voor wat voor looks ik zou gaan. Ik wist al wel dat ik 1 donkere look wilde maken. Maar ik had nog geen idee wat ik op het andere oog ging doen. Maar ik vind dit echt heel erg leuk. Eindstand vind ik echt allebei de looks heel erg mooi. Dit is voor de mensen die houden van donkere herfstlook. En dit is voor de mensen die houden van een iets meer kleurrijke herfstlook. Ik vind dit ook wel een beetje lenteachtig. Oké, ik ga even mascara aanbrengen en nep wimpers. Ik kom zo bij jullie terug. Oké, dit zijn dan beide ooglooks met mascara en wimpers op. I love it. Ik vind ze allebei zo leuk. De wimpers die ik op heb zijn van de Primark. Stijl 730 van Babydoll. Mijn fave wimpers. Wat vinden we van de looks jongens? De lichte kant en de donkere kant. Wat is jouw fave look? Ik ben super benieuwd welke van de 2 looks jou het meeste trekt. Dus laat het mij weten beneden in de reacties. Ik denk dat als ik voor 1 look zou moeten gaan. Ja, ik weet niet.
Ik denk de lichte look, maar ik vind het donker ook heel mooi. Ik weet niet, ik vind ze allebei even leuk. I don't know, ik kan niet kiezen. Maar ik ben wel echt heel benieuwd naar welke jullie het leukste vinden. Dus laat het me weten beneden in de reacties. Maar dit zijn dan de twee looks gemaakt met dit prachtige bloempaletje van Max & More. We gaan nou even uitzoomen en dan gaan we even kijken hoe het eruit ziet van iets verderaf. Ik moet wel zeggen dat hoe langer ik naar deze twee ooglooks kijk, hoe meer de donkere kant mij trekt. Ik vind persoonlijk met mijn uiterlijk altijd donkere ooglooks heel erg mooi. Ik weet niet waarom, ik vind het altijd mooi staan met mijn donkerbruine ogen. Maar ja, de licht is ook echt prachtig. Ik vind het echt super mooi. Oh my god, kijk even hoe goed het is gegaan. Dit paletje, echt, ik ben zo blij dat hij echt goed werkt. Want ik had echt hoge verwachtingen en mijn verwachtingen zijn echt waargemaakt. Vooral voor deze lage prijs, de verpakking die je krijgt, de formule die je krijgt. Alles blende goed, alles was goed gepigmenteerd. De glanzende kleuren zijn glanzend, niet super glanzend. Als je echt zou willen gaan voor die wow effect, voor die echte glanzende effect, dat gaat het echt absoluut niet doen voor jou. Het zijn gewoon normale glanzende kleuren. Niks spectaculairs, maar wel echt prachtig. Je kunt hier echt een aantal looks mee maken. Dat vind ik heel erg fijn. Zeker, zeker de lage prijs waard. Als dit paletje meer had gekost, dan vond ik het ook nog waard. Ik vind het wel een prijs van, denk ik, 10 euro waard, zou ik zo zeggen. Ik zou dit paletje 10 euro geven. 12 euro, 10 euro, zo die categorie. Dan had ik het ook nog waard gevonden. Laat staan de 4 euro die die is. Of 3 euro, 3, 4 euro die die echt is. Als je nog meer looks zou willen zien met dit paletje, laat het mij even weten. Want dan ga ik dat zeker doen. Ik denk ook vooral op mijn Instagram. Want daar plaats ik altijd heel veel make-up looks. Dus volg me ook daar. Maar goed, I love it. Dit is ook heel leuk voor Halloween. Nou, dus aanstand dit paletje. Wat vind ik ervan? Ik vind hem gewoon hartstikke goed. Ga naar de Action. Haal dit paletje als je houdt van dit soort kleuren tenminste. Maar ik denk dat echt iedereen wel van dit soort kleuren houdt. Dit is echt een top paletje. Ook lekker veel kleuren. Je kunt er lekker veel mee. Heel veel neutrale paletjes zijn heel erg klein. Ik weet niet waarom veel bedrijven ervoor kiezen om dan een klein paletje te maken. Maar die hebben dan 8 kleuren. Dit is een neutraal paletje met een heleboel andere kleuren. Ook valt het me nu op dat dit een dupe is van de Urban Decay. Dit is een dupe van het Urban Decay Born to Run palette. Dat dit mij pas nu opvalt. Ik heb dat paletje. Ik ga die even pakken. Oh mijn god jongens, ik sta echt versteld dat dit mij pas nu opvalt. Dit is het Urban Decay Born to Run paletje. Ze hebben dit paletje nagemaakt. Oh my god. Ik zie dat pas nu. Kijk even dit. Dit paletje van Urban Decay is wel echt beter. Is ook een stuk duurder, maar wel echt beter. Echt een super paletje. Deze raad ik ook echt aan. Dus als je van dit soort kleur houdt, maar denk, ik heb toch wel wat geld te besteden en ik wil echt gaan voor top notch. Dan moet je deze van Urban Decay halen. Maar dit is dus gewoon echt regelrechte dupe van dit paletje. Wat grappig. Dat was mij nog helemaal niet opgevallen. Kijk, als ik ze zo onder elkaar hou, dan is het echt super goed te zien. Zien we dit? Oh, wat grappig. Dit valt me echt pas nu op. Qua verpakking is het echt geen dupe. Want kijk, ze lijken totaal niet op elkaar. Maar qua kleuren hebben ze precies dat paletje nagemaakt. Wat grappig dat dat mij pas nu opvalt. Maar goed, ook handig om te weten. Het is dus echt een regelrechte dupe. Het is ook een goede dupe. Want de kleuren lijken echt heel veel op dat paletje. De kwaliteit is gewoon iets minder. Dat wel. Maar wel absoluut nog goed voor de lage prijs. I love it. Mensen, super goed paletje. Ik ben heel blij dat ik hem heb gekocht. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!